Vandaag is hier de Cedrus-lezing. Die houden we al sinds 2013 met fantastische sprekers. Vandaag is de lezing wordt gehouden door de MKB-voorzitter Jacco Vonhoff. En een heel bijzonder moment. De Cedrus Waarderingsprijs die wordt aan het einde van de lezing uitgereikt door de staatssecretaris. Ik heb verteld over zorg nou dat het eenvoudig is om met mensen uit de doelgroep aan de slag te gaan. En zorg er nou voor dat mensen die willen werken ook kunnen werken. Ik hoor vaak de vraag, willen werkgevers wel? Zitten die wel te wachten op al die inspanningen om mensen met, zoals dat heet, een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Met al dat gedoe eromheen, de bureaucratie. Ik weet zeker van wel. Wat ik van de lezing van Jacco Vonhoff vond, is dat ik op heel veel punten met hem eens ben. Met name als het gaat om het belonen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ik vind dat het niet uit mag maken of je nou wel of geen beperking hebt. Als het gaat om je arbeidsvoorwaarden, werkomgeving, dat soort zaken. De Cedrus Waarderingsprijs vind ik een geweldig mooi initiatief. Zeker ook omdat we in dit land graag willen dat mensen meedoen. En wat ik vooral heel mooi vind is dat je gewoon die goede voorbeelden etaleert. Ja, en die verdienen een heel mooi podium. Want wat de staatssecretaris ook al zei, deze mensen laten zien, het kan dus gewoon wel. Ik denk het is 2020 dat we de switch moeten gaan maken. Kijken naar wat mensen wel kunnen. En zeker ook als Rick en Jacco het daarover eens zijn, is dat in ieder geval voor mij een belangrijke inspiratie van vandaag. Samen met de Stichting Spink hebben wij het Springplank traject bedacht. Wij begeleiden nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 13 weken tijd richting een betaalde baan. Middels stage lopen, een opleidingscomponent door voordeel en vervolg verzorgd en een leuke activiteit één keer in de 2 weken waar wij werken aan het leuke groepsgevoel. Wat het mij laat zien is dat je ook vandaag, ook morgen, gewoon heel praktisch iets kan doen om mensen die werk willen maar nog langs de kant staan en werkgevers die werk hebben en mensen nodig hebben om die bij elkaar te brengen. Dus dat maakt het heel praktisch en dit verandert dus echt ook de levens van mensen.